Ja, Rogier, 4-0 met veel minder balbezit als de tegenstander. En echt een beetje een counterploeg was je, hè? Ja, mooi hè. Ja, dat maakt toch niks uit of je minder balbezit hebt. We hadden volgens mij bij Go Ahead Eagles uit hadden wij 70% balbezit en Go Ahead 30. Toen hebben we 2-1 verloren en nu hebben we 4-0 gewonnen. Ja, uiteindelijk gaat het om hoe vaak die bal tegen net aan gaat. Ja, Bart, hoe was dat eigenlijk het feestje na afloop van de wedstrijd? Ja, het was super gezellig. Het begon in de kleedkamer al en ja, de sfeer stond zo goed. En de bus is super gezellig en dan kom je hier, er staan 300 man op je te wachten. Ja, dat is één groot feest. Hey, na de wedstrijd zagen we jou op televisie met een spandoek en die legde je ook mooi neer. Kwam het op tv ja? Ja. Oh, lachen. Ja, we zaten allemaal te kijken, maar wat stond erop? Ik moest al moeten kruipen op blote voeten en dan vlammenbadje stond erop. Er was vanuit de vriendengroep een actie georganiseerd om mij een steuntje de rug te geven en ja, het heeft goed geholpen. Nou, ik kan me ook voorstellen dat er veel euforie is. 4-0 overwinnen van de directe concurrent Almere. Hoe ga je dan richting zo'n wedstrijd nu? Ja, ik denk dat die euforie met name buiten de kleedkamer is en buiten het stadion is. Hè. En dat is ook hartstikke mooi om te zien. En ik snap ook dat mensen enorm blij zijn. Hè. Het is lang geleden dat we iets te vieren hebben gehad, sowieso. Hè, als mens zijnde, je bent veel alleen geweest, thuis geweest en dan gebeurt er zoiets. Nou, daar hebben we wel intens van genoten, want ik vind ook als je een overwinning behaalt, moet je er ook van genieten. Alleen vanaf maandag is het vizier gegaan op Roda. Hebben we ons eerst fysiek voorbereid, dus zorgen dat iedereen de beentje weer strekt. Daarna zijn we ons gaan voorbereiden op de ploeg zelf en hoe we het zelf willen doen. En ja, op het moment dat je steeds meer met Roda bezig bent, focus je op Roda en sluit je af van het andere. Je kwam net al door de deuren even met gestrekte armen omhoog. Vast voorproefje voor donderdagavond? Ja, ik heb afgelopen, wanneer was het? Het was afgelopen zaterdag al even geoefend hier. Dus ik ben klaar voor om dat morgen weer opnieuw te doen. Kort voor de wedstrijd moest je nog wisselen van Tafsan, die viel geblesseerd uit. Hoe is het nu met Tafsan? Ja, hetzelfde. Het is wel iets beter. Hè, maar morgen is te vroeg voor hem. Dus we gaan kijken of we hem naar zondag kunnen brengen. Maar dan moeten we eerst zondag halen. En Dirk? Hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Ja. Nou heb ik eens even teruggekeken naar de ploegen die gepromoveerd zijn de afgelopen jaren. En dat is twee keer dat er toch een ploeg die op de zevende plek eindigde, promoveerde. De laatste keer was dat? RKC misschien? Zou het niet weten. FCM, oké. Nou ja. Ja, weet je, dat zijn goede statistieken als je zevende bent geëindigd. Maar ja, het zegt op dit moment natuurlijk niet zoveel. Ik vind wel dat je als ploeg en als club mag dromen daarvan. Alleen ja, we moeten realistisch zijn. We zullen eerst morgen een topprestatie moeten leveren en winnen van Roda. En dan gaan we naar de wedstrijd van zondag kijken. En dat zien we dan wel weer. Wat droom je er al een beetje van, de Eredivisie? Ja, de koorts zoals ik het heb gehoord. En de media begint toch al wat op te lopen. Ja, Bijos, het is één wedstrijd. Alles kan. Je moet ook een beetje geluk hebben. Dat geluk zat hem al in de eerste wedstrijd natuurlijk met de penalties. En nu ook een beetje met het publiek wat je natuurlijk donderdag achter je hebt staan. Ja, dat is natuurlijk echt een hele gave bijkomstigheid. Hè? Dat je uiteindelijk tegen nummer 8 speelt, waar ook naar Doetinchem gekund. En dan had je uitgespeeld. Ook met publiek. Ja, nu speel je thuis met publiek. Daarnaast dat de regering nu besluit om dat toe te laten. Dus daar hebben we veel geluk mee. En we hebben van de week al een aantal keren wat sfeeracties gehad. Na de wedstrijd, voor de wedstrijd. Dat hebben we echt heel prettig ervaren. Ja, dat willen we morgen natuurlijk ook wel een beetje terugbetalen. En we moeten wel gas geven. Trainer, nog twee wedstrijden. Ja, mooi. Ik heb er zin in.